Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik moet even naar de gang lopen, want Bokito die loopt weer de gang op. Nee, Bokito, terug jij. Terug. Zo. Ja, ik wou het met jullie hebben. Ik had het in een paar vlogs geleden, had ik het erover. Ik zou nog een video een keer maken. Ik wist nog niet wanneer, maar ik denk ik ga hem nu toch plaatsen. Of in ieder geval een video erover maken. De donkere zijde van YouTube. Donkere zijde. Ik zou tegen alle kinderen willen zeggen van dit is niet echt een video om het YouTube, het vloggen te demotiveren. Maar één hele wijze les is dat je in ieder geval je moet in ieder geval moet je wel uitkijken met wat je op YouTube zet. En in ieder geval een gouden tip voor mij. Als je een YouTube kanaal opent, doe het alleen. En ga vooral geen steun vragen aan mede-YouTubers. Dat is echt een dingetje. Dat is dus in ieder geval een dingetje wat echt wel heel erg belangrijk is. Want ik heb daar best wel dingen meegemaakt. Ik heb leuke dingen meegemaakt. Ik heb ook hele minder leuke dingen gemaakt. Zonder in details te treden. Ik ben gestalkt, bedreigd, beledigd. Al een heleboel keren. En dat dus in ieder geval. En aan de andere kant heb ik dan ook weer zoiets van, ik heb er ook wel een klein beetje zelf om gevraagd. Ik ben een beetje zelf, heb ik af en toe wel eens om gevraagd. Maar in ieder geval, je moet echt ontzettend oppassen op YouTube wat je plaatst en wat je zegt en wat je doet. Daarom is ook al een hele tijd is de Retouch Shake offline op mijn kanaal. Hij staat nog wel op mijn YouTube kanaal, maar hij staat op privé, zodat niemand hem kan kijken. Dat is ook met een bepaalde reden. Er zijn er af en toe nog wel eens dingen. Mensen die het leuk vinden om dan stukjes van jou te gebruiken. Vind ik helemaal niet erg. Ik doe het af en toe ook wel eens. Ik gebruik ook wel eens af en toe wel eens andere dingen. Niet echt filmpjes van YouTubers. Maar je wordt nogal word je te schande gezet en te kakken gezet. En daar moet je heel erg mee oppassen. Want als jij iemand op YouTube volgt en je wordt fan van hem, je vindt hem een leuke YouTuber, het is, hij maakt leuke video's, hij maakt leuke content, je gaat de filmpjes kijken en je verwacht dat het een soort, laten we zeggen, dat het een buurman of een buurjongen naast je is. Je denkt dat je hem kent, je denkt dat hij heel aardig is en dat je heel goed met hem zou kunnen opschieten. Fout, helemaal fout. Je moet echt ontzettend oppassen met dingen. Ik heb het ook zelf al een paar keer heb ik het al meegemaakt dat ik dacht bij mijn eigen van, nou, als ik dit geweten had, had ik er nooit aan begonnen, had ik het nooit gedaan. En je moet gewoon ontzettend oppassen. En het is al helemaal fout als je dan ook iemand zijn naam noemt. Dat is al helemaal fout. Ik doe dat niet. Ik hou eigenlijk al mijn YouTube kanalen of mijn YouTube video's eigenlijk allemaal een beetje op één lijn. Geen gekke uitspattingen en zo. Dus dat doe ik gewoon niet. In ieder geval probeer ik het een beetje zo constant mogelijk te houden. Want je wordt op een gegeven moment word je neergezadeld als je te populair bent, of te populair doet. Populair zijn niet, maar als je te populair doet, als je denkt van ik ga het uit de band springen en expres met een YouTuber proberen samen te werken, of je gaat naar hem toe om hem heel aardig voor hem te zijn en zo. Maak eens de kuit misbruik van, niet doen. YouTube is echt voor je eigen op zich is het. Als je YouTube kanaal begint, ik zou zeggen, doe hetzelfde als mij. Ik doe tegenwoordig YouTube filmpjes maken met vrienden, bekenden.
Mensen die ik al jaren ken, mensen met wie ik omga, ook privé omga. En dat is eigenlijk het beste om een YouTube-kanaal te beginnen. Ja, een tip van iets Holtricks dan maar, zou ik maar zeggen. Maar ja, je wordt al wel heel gauw onderwerp van spot. Dat heb ik al een heleboel keren meegemaakt. En ja, mij interesseert het niet zo erg heel erg. Want ja, degenen die dat doen, die zijn gewoon niet wijzer, zijn gewoon niet slimmer. En ja, ik heb er ook gewoon scheid aan zulke mensen. Ze hebben scheid aan mij, dus ik heb ook scheid aan hun. Je moet gewoon heel makkelijk zijn. In het begin heb ik daar heel erg moeite mee gehad. Maar je wordt daar op een gegeven moment word je wel een stuk sterker daarin. Ja, dat je niet alles meer zomaar pikt. Je moet ze gewoon links laten liggen. Gewoon, ja, laat ze gewoon lekker hun ding doen. Ik doe mijn ding. Ik doe alleen maar video's opnemen met bepaalde mensen waar ik zeker weet van, ja, waar ik zeker van ben dat ik met ze kan samenwerken. Dat is bij mij is dat natuurlijk mijn vriendengroep. Dat is Joost, dat is Kevin, dat is Ramon, dat is Ger, dat is Ricardo. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal een beetje de mensen met wie ik samenwerk. Rob bijvoorbeeld natuurlijk. Ja, daar werk ik mee samen. Daar neem ik video's mee op. En dat is eigenlijk, eigenlijk is dat een beetje al een besloten community geworden. Ik had vroeger nog wel eens, dat ik bij mijn eigen dacht van, misschien kan ik wel eens verder kijken om nog meer mensen ja, mee te laten doen met mijn YouTube kanaal. Om, ja, om leuke, gezellige vlogs te maken. Niet doen, je kan die mensen niet. Ze zijn niet te vertrouwen. Ik heb dat al heel vaak heb ik dat al meegemaakt. Ik heb op een gegeven moment toen, later heb ik toen de knoop doorgehakt. En toen heb ik bij mijn eigen eigenlijk gedacht van, nee, ik stop hiermee. Ik heb hier gewoon echt helemaal totaal geen zin meer in. Ik doe het met vaste mensen op mijn YouTube kanaal. En dat zijn de vrienden. Dat zijn dus Kevin, Ricardo, Ger, Ramon, Joost, Rob. Dat zijn een beetje de mensen met wie ik video's opneem. En eigenlijk, als je die mensen allemaal hebt, daar heb ik daar al genoeg aan om een leuke video op te nemen. Het moet niet een heel groot spektakel wezen met een hele hoop mensen van ja, een groep van 20 of 30. Dat hoeft helemaal niet. Je maakt gewoon een selectief groepje, moet je gewoon kiezen. En ja, daar moet je het gewoon mee doen. En bij mij gaat dat heel goed. Ik weet niet hoe dat met andere YouTubers gaat. Ja, af en toe dan valt er wel eens eentje uit, valt er eentje weg. En er komt heel zelden komt er maar iemand terug. Maar eigenlijk is het gewoon een vaste groep mensen met wie ik samenwerk. En dat werkt gewoon het beste op YouTube. En geen buitenstaanders. Want eigenlijk met buitenstaanders is het zo dat het altijd gelijk rommel is en ruzie en een gedoe is allemaal. Daar heb ik helemaal echt totaal geen zin meer in. Ik probeer mijn kanaal positief te houden. Met positieve, leuke video's te maken. En ja, wat een ander doet, dat interesseert me echt geen worst. Dat zal me echt geen hol interesseren. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de andere kant van YouTube is dat eigenlijk. Ik wou het eigenlijk al de hele tijd, wou ik eigenlijk al een keer zoiets maken. En ja, ik moest er eventjes kijken hoe ik dat precies moest gaan doen. Maar ik denk dat ik het zo eigenlijk wel in een hele nette vorm ja, uitgelegd heb. Wat eigenlijk de keerzijde is van YouTube. Want er zitten ook een heleboel mensen bij op YouTube. Maar dat is bijna bij elke community is dat eigenlijk zo. Er zijn altijd mensen bij die het je niet gunnen en misgunners zijn. En mensen die je proberen ja, op te lichten, blazeren, zwart maken. Dat is altijd, zijn er mensen bij die zo zijn. En ja, helaas heb je dat op YouTube, heb je dat ook. Ik weet een heleboel, weet ik, maar ik ga geen namen noemen. Ik ben niet zo zoals die andere mensen die mensen belachelijk maken en bij voor- en achternaam, bij kanaalnaam noemen. Ik ben niet zo, ik noem geen namen. Ik ben tenminste straight en
ja, dat is in ieder geval zo. Dat ja, de mensen kunnen een hele hoop dingen kunnen de mensen zeggen. Maar ik ben gewoon zoals ik ben. En ik ben niet zo dat ik andere mensen te gronden wil richten. Dan moet je gewoon naar een ander YouTube kanaal gaan. Of naar andere YouTube kanalen gaan. Die zijn daar veel beter in dan ik. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Dit wou ik even kwijt eigenlijk nog eventjes. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik ga jullie allemaal spreken. Groetjes van deze kant en tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.